Mijn mooiste herinnering, daar kan ik er twee noemen. Dat is eentje vooral de Vuelta. De Vuelta is voor het eerst dat ik een grote ronde reed. En dan wonnen we een rit met Marcel. We wisten dat het mogelijk was, zeg maar, en dat het dan lukt. Dat was echt ultiem. En eentje op Corsica, eerste rit Tour de France, waar eigenlijk alles misging in de finale. En uiteindelijk kwamen we toch als winnaar uit de bus. Van Poppel. En Kittel. Kittel, Christophe van Poppel. En uiteindelijk de laatste 350 meter of zo moest hij zelf doen. Dus toen was het iets in het gedrang. Toen had hij zoveel overmacht dat hij daar won. En toen, ja... Dat is onbeschrijfelijk. Gewoon de manier ook hoe we naar die wedstrijd toeleefden voor de tijd al. En waar we echt toeleefden naar dat punt. En waar het ook lukte. Waar het ook heel veel misging in die finale, maar waar het wel uiteindelijk lukte. En dat was heel speciaal. Die moet die knaap er tegenaan rijden. En dan gaat het dus 80. Oké. 82. Oké. Rechtsaf. Wat was het eerste moment dat je doorhad dat je knie niet helemaal lekker meewerkte? Dat kwam heel laat in mijn carrière. 2014, dat was mijn beste jaar uit mijn hele carrière eigenlijk. Over de 100 koersdagen, inclusief Giro, Tour, alles meegemaakt en ook een heel hoog niveau. Hoogste niveau eigenlijk uit mijn hele carrière. Toen in 2015, in het voorjaar, kreeg ik er last van met een krachtoefening tijdens zwarte squat trainingen. En vanuit daaruit last behouden eigenlijk. Toen een tijd later geopereerd daaraan, omdat ze een gaatje in de patella vonden. Dat gaatje dat is gerepareerd, althans geprobeerd. Het herstel zou een paar weken in beslag nemen, maar dat heeft uiteindelijk nooit opgetreden. Ja, dat is een moeilijke periode geweest. Je hoopt, je blijft hopen, je blijft er alles voor doen. In die jaren ook heel erg veel voor gedaan. Wat kon, zeg maar. Waar ik niet kon fietsen, ging ik wandelen, ging ik zwemmen, ging ik andere sporten beoefenen. Wat wel mij ook fit hield en op de been hield. En ook bijna een dagbesteding gaf waar ik aan gewend was, zeg maar, om sportief altijd alles te doen. En dat gaf mij tot op zekere hoogte voldoening, maar bij lange na niet de voldoening wat ik uit het echte fietsen en het spel had. Dus toen na anderhalf jaar een halt toegeroepen. Met dank aan het team eigenlijk dat ik van daaruit, zeg maar, ook echt de step durfde te maken. Natuurlijk, in een stoute droom denk je er wel eens over van hoe zou het zijn als ik nou mijn contract om zou kunnen zetten van wielrenner naar een andere functie binnen het team. En dat heeft het team mij mee geholpen dat kon. Hoe groot was de opluchting toen de ploeg jou een andere functie bood? Ja, heel groot. Ja, dat was wel echt een pak van mijn hart dat het kon en dat ik die kans kreeg. Zonder eigenlijk ooit hebben laten zien dat ik dit al kon of dit al eigen maakte. Geloofden ze erin dat ik mij daarin kon ontwikkelen en dat ik daar zeker een vaste waarde in kan zijn. En je gaat nu naar de Tour de France, waar je als renner eerder al succes had. Zie je daarna uit? Ja, maar ik vind het super spannend. Als renner is het spannend om daar naartoe te gaan en daar naartoe te werken. En dat is als ploegleider, voor mijn gevoel nu, de eerste grote ronde wat ik dus ga doen, is dat ook zo. En dan gelijk de Tour de France met een klassementsambitie? Ja, stoer hè? Jasper Schoijer est juste derrière. Marcel Kittel. Finally, the day is there. The day that we start this Tour de France 2018. Ben ik er klaar voor? Oh ja. Uiteraard.
Ik denk dat het goed is dat we eindelijk beginnen, want het heeft nu lang genoeg geduurd voordat we van start gaan. Ja. Kom, Tom, zet hem op! Ja, het is een levenservaring wat niemand mij afneemt en wat door deze stap, zeg maar, wat ik meeneem. Als renner en nu als ploegleider, dat is zoveel moois, dat, ja, daar ben ik wel trots op dat kan. Ja.